De Nationale Assemblee heeft vandaag de aanpassing van de wet arbeidsovereenkomst in commissievergadering in behandeling genomen. De status van de wet arbeidsovereenkomst te brengen van bepaalde naar onbepaalde tijd. De commissie van rapporteurs staat onder leiding van NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis, ondersteund door onder andere Mahinder Yogi, Ronald Hooghart, Patricia Etnel en Karel Breeveld. Wij voeren u terug naar de discussies in het parlement. Ik wil aan het einde van mijn bijdrage aangeven dat we zonder meer meegaan met de modernisering van onze ontslagwetgeving. En dat natuurlijk in dit geval wij van oordeel zijn dat die arbeidswetgeving wordt aangepast aan tijd en omstandigheden. En als we kijken naar onze ontslagwet, zoals we het kennen, wet ontslagvergunning, dan zijn we dus helemaal content met de voorstellen met betrekking tot de wijziging van wet ontslagvergunning in de huidige, in de wet die we op dit moment in behandeling hebben, de ontslagwet 2018. En dat wij dus ook in dit geval het bedrijfsleven hebben gehoord en ze in de gelegenheid hebben gesteld hun inzichten voor wat betreft de ontslagwet met ons te delen. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Patrick Kensenhuis, die motiveerde waarom de wet moet worden aangepast. VHP-parlementariër Mahinder Yogi vroeg waarom er zo een haast wordt gemaakt met de wet. De vraag die ik wil stellen aan de regering is of de regering kan aangeven dat wetgeving alleen voldoende is of wetgeving alleen voldoende is om ontslag te voorkomen en verlies van arbeidsplaatsen te voorkomen. Natuurlijk biedt een wet wat mogelijkheden, maar is dat alles? Voorzitter, wat zijn de overeenkomsten van 1983 met die van vandaag? Hoe zit het? En toen werd gezegd, het is een noodmaatregel. En vandaag zitten we met de wijziging van de wet en het heet Ontslagwet 2018. Is dit ook een noodmaatregel, voorzitter? Tot zover VHP-parlementariër Mahinder Yogi vandaag in de Nationale Assemblée. Hij sprak tijdens de openbare commissievergadering van de wet arbeidsovereenkomst die naar moderne omstandigheden wordt aangepast.